de nieuwe locatie van TEC, een nieuw clubhuis. We dachten, daar moeten we ons melden met Rivierenland in Zaken. En we praten daar met ondernemers. Wat hebben wij deze week in het programma? Allereerst Martin Hommerson. Met hem praat ik over de Startersdag, een initiatief van de gezamenlijke ondernemers. Wat eigenlijk ook misschien nog wel een overheidstaak zou kunnen zijn. Vervolgens hebben wij een interview op locatie afgenomen met de commissaris van de Koning. Die het heeft over herstructurering en samenwerking in Rivierenland. En dat heeft natuurlijk volledig onze aandacht. En daarbij praten we met CNG-Net. Het rijden en mobiliteit op aardgas. Wist u dat het bestond? Het bestaat. Dit en meer in deze aflevering van de Rivierenland in Zaken. We praten over allemaal initiatieven die te maken hebben met de zakelijke ontwikkeling in de regio. En zakelijke ontwikkelingen hebben ook te maken met het feit dat we aan het bouwen zijn. Dat er mensen aangenomen worden in bedrijven enzovoort enzovoort. Werk aan de werkgelegenheid is goed. En daar is een soort initiatief uit ontstaan, heb ik begrepen. We gaan over praten met Martin Hommerson. Hij is van Herwijnen. En Martin, hartelijk welkom. We beginnen maar eens te praten over de Startersdag. Hè? Want zo moet ik, of is het een open dag? Ja, eigenlijk allebei, Ton. Het is zowel een Startersdag als een open dag. Want iedereen mag komen. Iedereen is welkom op deze dag. Maar met name ondernemers, mensen die overwegen te gaan ondernemen in de eerste fase van hun bedrijf. Dus de geboorte van een bedrijf. Ja, en wat kan ik verwachten? Want mensen thuis die denken, dat zal allemaal wel, maar een startersdag. Moet je daarvoor werkeloos zijn of moet je daarvoor nog geen bedrijf hebben? Of wat als je al een bedrijf hebt? Nee. Wie gaan er komen? Mensen die inderdaad overwegen om een eigen bedrijf te gaan beginnen. Mensen die pas enkele jaren bezig zijn tot hun vierde, vijfde levensjaar van het bedrijf. Juist die groep mensen zijn van harte welkom. En daar zitten werkeloze mensen tussen. Maar er zitten ook gewoon mensen met een baan bij die ambitieus zijn en zeggen van ik wil ondernemer worden. Waar moet ik overal op letten? Nou, ik had vroeger altijd begrepen dat als je een bedrijf wil starten, moet je naar de Kamer van Koophandel. Is het eigenlijk niet de taak van de overheid ook om te zorgen dat dit soort initiatieven ontwikkeld worden? Waarom doen jullie dat? Dat was een taak van de overheid, wil ik bijna zeggen. Kamer van Koophandel bestaat natuurlijk nog wel. Maar het is niet voor niks dat wij in Tielen Startersdag organiseren. Wij hadden altijd een zeer succesvolle Startersdag, tot 2 jaar geleden. Totdat de Kamer van Koophandel besloot het niet meer in deze regio te doen. En het allemaal op grote kantoren ver weg uit deze regio een Startersdag te gaan organiseren. Hebben wij gezegd van, dan gaan wij dat oppakken voor die ondernemers en voor de mensen die willen gaan ondernemen. En wij gaan toch in Tiel een Startersdag organiseren. Dus is dit eigenlijk een persoonlijk initiatief wat ontstaat door, laten we maar zeggen, de laakbaarheid van de overheid in deze? Ja, ik vind het altijd vergaande laakbaarheid van de overheid. Een mooi woord gaan. Ja, dat klopt. Ja. Maar die mensen die bij de Kamer van Koophandel bestaat natuurlijk nog steeds. Overigens was de Kamer van Koophandel tot een paar jaar geleden eindelijk geen overheidsorgaan, maar er was van alle werkgevers, alle bedrijven. Klopt, ja. En het is met de overgang naar de overheid, 2 jaar geleden, is het eigenlijk misgegaan. Want toen is er inderdaad een terugtrekkende beweging geweest van die Kamer. En ook de Startersdag hier in regio Rivierenland is daarmee vertrokken. Economie trekt aan. Je hoort steeds meer, in Nederland komen er ook steeds meer ZZP'ers, zijn er bijna 1 miljoen, dacht ik al op dit moment. Ja, klopt. En is het juist specifiek ook voor die doelgroep interessant om op die dag te komen kijken? ZZP'ers is zeker een doelgroep die welkom is en waar het van belang is. Maar ik wil het wel breder trekken, want ik denk ZZP'ers kun je nog met een relatieve kleine organisatie met weinig adviseurs om je heen. Maar als je echt een bedrijf wil en je hebt een plan en je wil iets gaan maken of gaan iets groots gaan verkopen, gaan handel gaan drijven. Ja, dan praat je toch al over een bedrijf wat meer werknemers heeft. Dus ook die ondernemer die ambities heeft, is van harte welkom. Dus het is niet alleen ZZP'ers, maar ZZP'ers zijn meer als welkom. Ja, slimmigheidje zit erin. Het wordt gehouden bij een advocatenkantoor, hè? Ja, klopt. Ja. Betekent dat je alvast informatie kan inwinnen dat als het niet goed gaat, dat je dan. Nee. Of heeft dat er niets mee te maken? Nee, dat heeft er niet echt iets mee te maken. Omdat ook een, naast een accountant of een belastingadviseur, is ook de advocaat steeds meer gericht op advisering. Advisering vooraf, want heel veel mensen denken: een advocaat heb ik nodig als ik ga scheiden, of als ik ruzie maak, of als ik
iets heb gedaan wat niet mag van de wet. Maar advocaten adviseren ook zeg maar over ondernemingsvormen. En over met name waar een advocaat ook heel veel toegevoegde waarde heeft, is contracten. En de wereld zit tegenwoordig in elkaar van contracten. Dus ook een startend ondernemer kan behoefte hebben, als je een contract sluit met een andere partij, om geadviseerd te worden door een advocaat. Oké. We hebben het nu over een advocaat gehad onder andere. Wat voor een type ondernemers zijn er nog meer? Waar je gewoon vrij... En het kost helemaal niets, hè, dacht ik. Het kost helemaal niets. De koffie is gratis en er is nog een lekkernij erbij. Dus wat dat betreft aan de inwendige mensen is ook gedacht. Nee, wat voor bedrijven zijn daar? Waar moet je aan denken als je een bedrijf start? Heel veel mensen roepen gelijk een accountant of een belastingadviseur. Dat is belangrijk. Maar denk eerst na wat je core business is. En je wil geld verdienen. En hoe doe je dat? Door zaken te verkopen, je diensten te verkopen, je producten te verkopen. Dan heb je ook hulp nodig van hoe breng ik het aan de man. Dus je hebt ook een reclamebureau of iemand die iets weet van marketing nodig. Nou, zulke soort partijen zijn er ook die dag. En daarnaast heb je, als je bijvoorbeeld een vennootschap onder firma opricht, of wellicht een besloten vennootschap, heb je ook een notaris nodig. Dus die notarissen zijn er ook die dag. Naast die advocaat en die belastingadviseur en die accountant. Ja. Nou, we mogen volgens de wet geen reclame maken, maar dit lijkt me wel een initiatief wat wel belicht mag worden. Want we helpen daar in ieder geval iedereen mee in Absoluut, Nederland. Ja. Vraag nog even, waar is het? Het is bij Bierman Advocaat aan de Laan van Westrooien in Tiel op zaterdag 31 oktober. En iedereen is welkom van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. En de opening, we hebben het er niet over gehad, geschiet door de wethouder Economische Zaken, mevrouw Verree hier uit Tiel. Daar zal StadsTV zich in ieder geval ook wel melden. Ik ga jou bedanken voor de uitleg. Heel veel succes op deze dag. En doe je best om mensen te enthousiasmeren om te ondernemen. Want dan komen ze uiteraard ook weer in dit programma. Inderdaad. Dankjewel, Tom. Dankjewel. Graag gedaan. We praten in Rivierenland in Zaken, praten wij met de heer Corneille. En dat is niet zomaar iemand, dat is commissaris van de Koning, was vroeger commissaris van de Koningin. En die heeft onder andere met de gemeenteraad gesproken. En er zijn dingen die voor ons belangrijk zijn en dat heeft te maken met de zakelijke ontwikkeling in de regio. Ten slotte zitten we hier als een van de toonaangevende hotspots. En dat heeft vooral te maken ook met de logistieke bereikbaarheid van het gebied. En daar heeft hij ook het een en ander verteld, onder andere over de A15. Dat klopt. Ik denk dat de A15 is een hele belangrijke ader in Nederland. Die verbindt namelijk de Rotterdamse haven met het economisch kerngebied in Duitsland. Er ontbreekt alleen nog een stukje. Nou, daar gaan we fors op investeren om die weg doorgetrokken te krijgen, zo snel mogelijk. En daarnaast moeten we natuurlijk de knelpunten die nu al op de A15 zijn, want iedere dag staan er files op de A15, moeten we samen met Rijkswaterstaat proberen om die knelpunten zo snel mogelijk op te lossen. En dat kan wel eens een langdurig traject worden. Nou, we hebben daar vorige week met het provinciaal bestuur van Zuid-Holland over gesproken. Het is ook in het belang van de Rotterdamse haven van Zuid-Holland dat die verbinding, die achterlandverbinding, dat die goed loopt. En zij steunen ons ook om die problemen, die knelpunten, op te lossen. En dat is heel belangrijk om gezamenlijk in Den Haag een vuist te maken. Ja. U pleit onder andere, of u heeft gesproken over een samenwerking met de omliggende gemeenten. Eigenlijk met heel Rivierenland, een meer intensievere samenwerking. Kan dat ook niet nadelig zijn voor omliggende plaatsen? Ik zal dat uitleggen. Waarom? Tiel heeft een redelijk goede financiële positie. Heeft ook niet heel erg veel grond. Terwijl omliggende gemeenten eigenlijk bijzonder veel gronden hebben aangekocht. En die zouden natuurlijk ook heel graag daar de gronden willen ontwikkelen. Een positie van ontwikkeling van alleen Tiel. Zou dat niet ten koste gaan van de andere plaatsen en bemoeilijkt dat eventueel de samenwerking niet? De samenwerkende gemeenten hebben een regionaal bedrijfsterreinenplan gemaakt een aantal jaren geleden. Dat was nog in een andere tijd, waarin er ook andere behoeften waren. En dat plan voldoet nu niet meer. Dat moet geactualiseerd worden. En dat moet snel geactualiseerd worden, omdat er nieuwe bedrijven aankloppen. En die zeggen, we zouden graag daar of daar willen zitten. Bijvoorbeeld op het bedrijfterrein in Medel, watergebonden industrie, bedrijven. En weer andere bedrijven op een andere plek. Nu voldoet dat plan niet meer. Het is dus in het belang van alle gemeenten dat
plan voor die bedrijfsterreinen nu geactualiseerd wordt. En ik heb een oproep gedaan in de Raad van Tiel om ook die voortrekkersrol die Tiel toch heeft in deze regio, om die ook te gebruiken, om samen met al die andere gemeenten ervoor te zorgen dat we weer een geactualiseerd plan krijgen, waardoor bedrijven snel weer kunnen uitbreiden en kunnen groeien. En dat is in het belang van iedereen. Nou, wij zijn als StadsTV een beetje aan het groeien in heel Rivierenland. Ja. Wij merken dat er heel veel enthousiaste ondernemers zijn. Proeft u ook dat het economisch klimaat en dat economisch herstel er nu is? Ja. En dat bij de ondernemers en ook bij de politici nu de wil is om weer meer samen te werken? Dit is een heel interessant gebied, want voor ondernemers ook. Niet alleen vanwege de logistieke hotspot, het staat hoog. Dat biedt kansen, maar ook vanwege de Greenport, de tweede Greenport van Nederland. Maar ook de verbindingen die door dit gebied lopen, de A2 van Amsterdam naar Eindhoven, die gaat voor een belangrijk deel door het rivierengebied. En daar kunnen wij ook mee van profiteren. En de zojuist genoemde A15 of de Betuwelijn biedt ook mogelijkheden om nieuwe economische activiteit daar annex, in de omgeving daarvan te ontwikkelen. Kortom, een gebied met potentie. En wij zullen er alles aan moeten doen samen. Gemeente, bedrijfsleven, provincie, om hier nu de vaart erin te krijgen. Nou, wij bedanken u voor uw tijd. We wensen u een goede reis terug naar huis en tot snel weerziens in Rivierenland. Oké, ik kom graag nog een keer terug. Het is hier prachtig. Dank u wel. We praten over duurzame energie, windmolens, zonnepanelen, hybride rijden. Wat is er allemaal nog meer op het gebied van duurzaamheid? Er is ook een alternatieve manier en daar gaan we over praten met Kiona Egging. Het gaat over CNG-net. En ja, wat is CNG dan? Want daar gaat het om. Daar gaat het om. CNG is eigenlijk samengeperst aardgas, compressed natural gas. En eigenlijk hetzelfde aardgas waar we op koken, dat is dan 8 bar. Samengeperst aardgas is 250 bar en daar kunnen we op rijden. Daar kunnen we op rijden? Ja, daar kunnen we op rijden. Nou, ik schrik daar een beetje van. Ja. Je bent hier omdat er een duurzaamheidsrally was, waarin een heleboel auto's allemaal op aardgas rijden. Ja, klopt. Ja. Het was al een mix van auto's. Het waren aardgasauto's inderdaad, / groengas. En elektrische auto's. Dus echt de duurzame auto's die er op dit moment zijn. Je laat me wel een klein beetje schrikken, want je hebt het over 250 bar. Nou, ik denk, ja, die wagen die vliegt de lucht in. Dat kan niet anders. Is het veilig? Ja, het is heel veilig om op CNG te rijden. De techniek is tegenwoordig zo ver gegaan dat alle veiligheidseisen wordt voldaan. Je kunt er gewoon mee rijden in een parkeergarage mee rijden. Dus dat zelfs als een tankstation wordt gebouwd, is er geen vloeistofdichte vloer nodig. Dus het is volkomen veilig. Maar ik heb er nog nooit van gehoord. Ligt dat aan mij? Of heeft dat te maken met het feit dat het bij het grote publiek in Nederland ook gewoon niet bekend is? Dat is het hele verhaal, ja. Bij het grote publiek is het nog niet bekend. Vaak als er over gas wordt gepraat, dan denkt men direct aan LPG. Ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan LPG. En dus de gebruikers, zeg maar, die er nu gebruik van maken, daar is het wel bekend. Maar bij de grote, het grote gedeelte van Nederland niet. Maar goed, je zegt de mensen die het al gebruiken, dus dan zijn er al mensen. Kun je wat voorbeelden geven? Ja, hier vanuit de regio gezien, regio Rivierenland, bijvoorbeeld de afvalinzameldienst, de AVRI, die rijdt op groengas. Dus dat is mooi. En bijvoorbeeld het OV, de bussen. Dus de afvalinzameldiensten, het OV, bijvoorbeeld het leerlingenvervoer, dus de taxis die in de regio rijden, de gemeentes, semi-overheid. Dus veel partijen die in de regio rijden, die daar is voor gestrekt. Maar waar tanken die dan? Want ik heb nog nooit in mijn leven gezien, hier tank je aardgas. Nee, precies. Nee, dat wordt ook veel gegeven als tegenargument, zeg maar, van waar kan ik tanken. Het is zo dat er is al een landelijk dekkend netwerk. Er zijn 140 openbare stations. Dus daar heb ik nog even niet de dedicated stations mee gerekend. En die zijn overal te vinden door heel Nederland. Ja, je ging wel heel erg snel.
Je hebt het over 140 tankstations, maar hoeveel tankstations zijn er totaal in Nederland? Ja, totaal zijn er op iedere hoek van de straat zijn er tankstations. Dus ja, dat aantal is zoveel. En inderdaad, dat verschil wordt dan vaak genoemd van ja, 140 tankstations. Maar goed, er zit toch een bepaalde afstand tussen ieder station. En het is zo van vraag en aanbod. Dus waar wordt er gereden op aardgas? Ja, daar bouwen wij een station. Oké, maar ik zou het bijna omdraaien. Ik zeg, want als het heel erg lucratief is, dan zet je overal tankstations neer. En dan gaan mensen dat ook tanken. Ja, nou, zo hebben ze dat in Duitsland gedaan. Ja. Dus iedere grote stad hebben ze een tankstation neergezet van op aardgas. Maar ja, zo werkt het niet. Het is gewoon vraag en aanbod. Maar op zich, ik rijd zelf 60.000, 70.000 kilometer, 1000 kilometer in het jaar. En ik rijd voor 95% op groen gas. Ja. Dus ja, met de app kun je overal zien waar je kunt tanken. Okay. Dus ja, zoeken hoeft niet meer. Maar iedereen is altijd heel betrokken bij het milieu. Hè? We willen allemaal heel duurzaam zijn, maar het moet wel geld opleveren. Dus ja. Wat is het verschil? Wat zijn de kosten? Ja, dat is dus het mooie van het rijden op aardgas. Het milieu tegenover de kosten. Ja, inderdaad, als het duurzaam moet, denken vaak ondernemers van het is ook duurder. Maar dat is met rijden op aardgas dus niet. Dus qua kosten... Wat bespaar je in verhouding met de traditionele... In verhouding met diesel is het 35% goedkoper aan brandstof. Oké, okay, en in verhouding met benzine? Ja, met benzine zou dat nog iets meer zijn. Dus dat is het mooie. Want tanken in aardgas gaat ook in kilo's. Hè? Dus dat 1 kilo aardgas is op het moment 1,08 euro. Dus okay. Met mijn auto een volle tank is 16 euro. Zitten jullie in een roeistuip of zitten jullie in een situatie dat je stabiliseert als organisatie? Het is zo, het verhaal van LPG zeg maar dat ze stabiliseert. Dus dat het groeit niet verder. Met CNG op het moment, voor dit moment, breidt het zich uit. Dat is het verhaal. Het is natuurlijk een transitiebrandstof. We moeten straks, wat we dus ook al leveren, is groen gas. Daar moeten we eigenlijk met z'n allen naartoe. Naar uitstoot nul natuurlijk. Dus dat maar tot die tijd voordat dat er allemaal is, is het rijden op aardgas prima. En vandaar dat we nu ook steeds meer uitbreiden. Dus er komen nog een aantal stations bij. Dus wanneer is het voor een ondernemer interessant? Voor een ondernemer is het interessant vanaf de 12.000 kilometer per jaar is het al interessant. Oké, okay, dat is aanzienlijk beter dan met diesel bijvoorbeeld. Ja, beter. Ja, klopt. Ja, het is eigenlijk, dat is het mooie van deze regio. De provincie Gelderland die geeft nog een subsidie uit tot eind dit jaar bij aanschaf van een CNG-voertuig. Dat betekent, wat zijn de meerkosten? De meerkosten vergelijkbaar, uitgaande van een personenauto zit ongeveer tussen de 800 en 1000 euro qua meerprijs. En met zo'n subsidie op bijvoorbeeld een bedrijfsvoertuig is dat snel terugverdiend. Nog even over de aanschaf van de auto. Moet je een benzine of een diesel kopen om aardgas toe te passen? Ja, dat is het hele mooie aan het verhaal. Ze worden tegenwoordig allemaal af fabriek geleverd. Op aardgas. Dus het is niet zo dat je eens een benzinevoertuig aanschaft of een dieselvoertuig aanschaft. Het wordt gewoon af fabriek, komen ze ingebouwd met CNG. Mooi. En dan is het wel alleen benzine wat er nog aan extra brandstof bij zit. Oké, okay. En de meerprijs van de nieuwwaarde van de auto? Ongeveer voor een personenauto tussen de 800 en 1200 euro. En dat verdien je heel snel terug? Ja. Ja, en dan tegenwoordig hier tot eind van het jaar loopt nog de subsidie vanuit de provincie Gelderland. Dus dit jaar is het nog heel aantrekkelijk om een CNG-voertuig aan te schaffen. Kione, ik weet voldoende. Ik weet niet of ik zelf op aardgas ga rijden. Maar we rijden in ieder geval in een hybride, dus een stukje milieuvriendelijk. Ja. Maar bedankt voor deze uitleg en een duurzame toekomst toegewenst. Ja, bedankt van hetzelfde. Dit was hem weer, Rivierenland in Zaken. Uiteraard, als u alles nog op uw gemak eens na wil kijken, kan dat op stadstvtiel.nl. Wat mij betreft hartelijk dank voor uw aandacht en graag tot de volgende Rivierenland in Zaken.